visjes in het water. Alvast gefeliciteerd vissen voor de maand februari. Het. Binnenkort is het jouw verjaardagsmaand. Tuurlijk heb je de maart ook nog bij je. Maar dit is jouw februari telescoop. Vergeet niet de maandhoroscoop van februari te bekijken. Daar zit een affirmatie in voor jou. Want omdat het februari is, gaan we alleen maar op de liefde houden. Ik ben vooral gericht op de liefde en relaties, ouders. Je snapt wel wat ik bedoel. Nou, als je mij niet eerder hebt gezien, weet je dat je vijf kaarten. Nou, dan weet je dat je vijf kaarten hebt als je eerder hebt gekeken. Heb je me nog nooit naar me gekeken? Je krijgt vijf kaarten. Dit keer krijg je liefdeskaart als het thema voor de maand over de liefde. Twee kaarten voor jou aan de linkerkant, wat voor mij vanuit mijn hart. En twee aan de rechterkant voor de overkant of degene of waar je een vraag over hebt. Ik heb ook een persoonlijke boodschap voor jullie. Want vissen zijn echt heel goed bezig. Heel erg bezig met hun toekomst. En ze hebben geleerd om zich niet meer te laten afleiden van de emoties van anderen. Zijn jullie heel erg mee bezig. Of sommigen hebben het zeker afgerond. Dus voor jou, vooral in relaties en liefde, zoek een balans tussen issues en de mentale invloeden van buiten. Ik denk dat je dat steeds meer doorhebt. Ik voel het. Zoek een luisterend oor om over te praten, want je hebt meer behoefte aan liefhebben, bemind worden. Het kan ook bij vrienden, familieleden. En de single ones, de singles willen meer romantiek. Dus affirmeer de perfecte relatie. Ja, en de relatie blijft een beetje bewegend voordat het lichtjes een beetje doof, een beetje meer. Breng wat meer vonk, of wat meer sprankels, wat meer vuur. Ja, in de relatie. Probeer dat te doen. Ja? Weet je, relaties die ook gewoon niet meer kloppen. Eigenlijk die doven dan ook allemaal uit. En het kan vrienden, familieleden. Het komt allemaal goed. Gelukkig hebben we nieuwe levens, vorige levens, volgende maand, volgend jaar. Om dan weer elkaar aan te kijken, indien nodig, als we nog samen kunnen willen reizen. Yes, gaan we beginnen. Even kijken, wat is jouw liefdeskaart voor het thema voor de maand februari. Let's go. Kijk alsof ik maar twee keer heb geklopt. De laatste tijd lijkt alsof ik maar twee keer klop. Even kijken. Oh. Let it be. Everything will be fine. Laat het los. Laat het zijn. Zo is het. Let it go. Oh, wow. Kijk eens. Je hebt wel chemistry. Er is wel chemie tussen jou en je geliefde. Daarom, focus op je geliefde en op je verlangen. Want vissen kunnen ook buiten hun cel gaan om mensen te helpen. Of, hè, want jullie zijn ook van de liefde. Jullie zitten ook in februari. Laat het los. Alles komt goed of alles is al goed. Focus je daarop. Daarom is het ook heel belangrijk, vissen, dat je gaat kijken naar de maandhoroscoop van februari. Oké, twee voor jou. Wat zeggen de tarot? De ware liefdestarot. Twee kaarten voor de visjes. Wat gaan jullie ons adviseren hier zo? Oordeel, gangen. Kijk eens, jouw kaart komt eruit. Oeh, oeh. Heeft iemand wat gezegd? Je niks van aantrekken. Nou, je hebt wel alleen maar arcana kaarten. Dus dan betekent ze allemaal kloppend dat naar binnen. Vissen zijn ook een beetje kluizenaars, hè, eigenlijk. De overkant, als de overkant zo doet, die wil zichzelf beschermen. Of beschermen voor de invloed buitenaf. Dat zeg ik, dat is wat ik voel. De wereld kunnen jullie samen doen. Het komt goed, bekroning, wat leuk. Even voelen. Kijk eens, jouw kaart komt uit. Ga ergens aan de zitten om naar de wereld te kijken. Een betere uitzicht, want je voelt nu alleen maar ellende. Wat mensen denken dat ze goed mee bezig zijn. Die emoties, of van je partner, familieleden, vrienden. Change direction. Ga gewoon zo ergens liggen op je kop. Natuurlijk grapje. En laat het los. Want ga naar binnen om een ander perspectief te krijgen. Zie je dat? Je hebt oordeel of iemand heeft een oordeel over jou uitgesproken. Ga naar binnen om de waarheid te ontdekken. Ga naar binnen. Want ik blijf het zeggen, het vervelendste wat je mag meemaken is dat wanneer mensen zeggen dat het zo is en het is niet zo in jouw wereld of op dat moment is zo, maar dat betekent niet dat dat is wie jij bent. Dat is wat je op dat moment, de daad die jij verricht, betekent niet dat het voor altijd zo zal zijn. Nou, de overkant, de partner, de persoon waar je vraag over hebt.
Een tegenpol, dus misschien heb je een relatie met de maagd, want dat is jouw tegenpol. En als je dan in je maan, en de maan van jouw partner krijgt, zou kunnen, of Venus, ascendant, dat jullie tegenpolen zijn. Dus dat betekent, degene die tegenover je staat, die denkt anders over eenzelfde situatie. Die kijkt anders naar dezelfde situatie en daardoor voel je dit. Maar kijk eens, bezitterigheid, kan ook controle zijn. Het heeft ook met geld te maken, dat het geld moet gaan rollen. En daardoor kijkt de persoon anders daarna naar jou. Het kan dat het met financiën te maken heeft nu van, joh, we moeten het zo doen en zo oppakken. En dit is mijn blik en daardoor kan het iets zijn. Laat het gewoon gaan. Alles komt toch, of die persoon houdt van je, jij van die persoon, of de situatie, de familie. Iedereen mag zijn wie ze willen zijn. Hè? Iedereen heeft recht op zijn eigen angst of keuzes of omdraaien of terugkomen, hè? Doordraaien. Iedereen heeft daar recht op. Zorg dat jij weet waar jij staat. En kijk eens, die wil dat beschermen. Misschien het ook beschermen wat jullie samen hebben. Want dat voel ik heel erg. Die wil het beschermen wat jullie samen hebben. En daardoor misschien even zo uitgelegd. Dan kom je over als een aardeteken. Want wij aardetekens kunnen heel heftig in onze woorden zijn. En daardoor zie je ook de aardes materie. Die willen dan dingen neerzetten, neerplanten. En die kunnen wat meer harder daarvoor gaan. En dan wat over zeggen. En dan komt het als je tegen. Ja, dan is het ook je tegen. Dan denk je, hè? Je kijkt heel anders naar de situatie. Maar vanuit jouw kant is de arcana, dat wat jij voelt, hebt gezien, hebt meegemaakt, is wel waar. Maar je moet wel daarmee een andere houding krijgen, een andere perspectief krijgen en anders met de situatie omgaan. En staat er al. Laat het los. Doe je best, dan doet God de rest. Ja, want blijkbaar, als je in een relatie zit, je gaat de wereld over. Ben je single, degene waar je erover nadenkt, komt helemaal goed. Het heeft je gemotiveerd, zoals je het ziet. Het heeft je gemotiveerd om met beide voeten op aarde te staan. Zullen we dat afspreken? Oké, nou, nog een fijne verjaardag. Gedraag je, want dat doet mijne ook. Kusjes voor alle visjes. En ga ervoor. Maar dit is heel belangrijk in februari. Laat het. Alles is al goed of je bent onderweg. Focus je daarop en op je verlangen, zoals ik dat zei in het videootje. Dikke doei doei. Tot volgende maand.